Mijn finale jurk is binnen. Al een beetje haba. Dit is een open rug. En dit is heel veel stof. Oh my god. Jongens, mijn misverkiezingsjourney is eigenlijk alweer voorbij. In deze video heb ik een unboxing voor jullie van mijn finale jurk. En dan ga ik hem voor de eerste keer aanpassen en bla 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 bla. En ik ga voor jullie reageren op mijn finale stukjes. En ook onder andere mijn uiteindelijke look in de jurk. Dus ja, doe een duimpje omhoog en laten we maar snel verder gaan naar Lois van een paar dagen terug. We zijn even naar een paar dagen geleden, want ik heb mijn jurk ontvangen. En oh my god, mijn finale jurk is binnen. Ik heb hem weer van JJ's House. En als je de video hebt gezien van vorige keer, hier kreeg ik een jurk van JJ's House. En heb ik een fotoshooting gedaan. En nu heb ik natuurlijk een finale. Maar er waren wat complicaties en ik had niet verwacht dat ik deze jurk nog aan zou doen naar de finale. Toen ik erachter kwam van, hey, ik heb een finale. Ik wil een nieuwere jurk. Ik wil een nog mooiere jurk dan die. Ook al is die heel erg mooi. Dus ik had gecontact. Ik doe mee aan de misverkiezing. Wil je weer een leuke jurk opsturen naar mij? En toen zei ze ja. Dus ik had mijn gegevens, mijn maten, alles doorgestuurd. De jurk uitgekozen. En toen zou die eigenlijk klaargemaakt worden en opgestuurd worden. Maar op een gegeven moment begonnen de dagen te tikken. En dacht ik, oh shit, finale komt eraan. En ik heb nog steeds geen jurk, want ik heb geen contact meer gehad. Ik heb geen reactie meer gehad. Ik heb geen idee wat er is gebeurd met de jurk. Ik heb geen idee of die eraan komt. Dus ik raakte een beetje in de stress. Van shit, zometeen is die helemaal niet gemaakt en heb ik niks. Dus ik begon te mailen van, hey, wat zijn de updates? Ik begon andere e-mails te zoeken van, hey, hoi, ik heb dit besteld hier en ik heb nog niks gehoord en de finale is bijna. Yo, what's up? En toen kreeg ik een reactie van die mail met, hey, er staat niks over jouw jurk, dus we weten niet of die er is. Dus ik dacht, oh my god, I don't have a dress. I don't have a dress. Toen, merkwaardig genoeg, kreeg ik het mailtje dat mijn jurk toch onderweg was. En is hij nu binnen? Oh my god. Gisteren was ik niet thuis. Precies de dag dat hij natuurlijk binnenkwam, was ik niet thuis. Toen heb ik mijn moeder gefacetimed, dus dat kan je hier zien. Mijn moeder ging hem unboxen en laten zien hoe hij eruit zag. Dus ik was fucking excited. En ik wilde hem eigenlijk gewoon meteen natuurlijk passen. Maar dat kon niet, want ik was niet thuis. En nu ben ik thuis, dus ik ga hem passen. En ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat staan. Ja, het is gewoon spannend. Hij is zilver. En oh my god, zoveel stof. Dit is een open rug. En dit is heel veel stof. Ik moet nog even gaan ontdekken hoe ik dit aan ga doen. En dit is de foto van het model. Laten we even hopen dat hij even goed bij mij staat dan dat hij zoals hij op het model staat. Kun je zien hoe het eruit ziet. En het ding is dus, je kan hem op verschillende manieren binden. Die lange stukken stof kan je breed houden als brede banden om je heen. Of je kan ze soort van oprollen zodat die wat smaller is. Zoals het model heeft zijn ze wat smaller en dat vind ik er eigenlijk wel heel tof uitzien. Maar ik moet eens even gaan kijken hoe ik hem zelf ga dragen. Ik dacht al van, oh, zeg maar hier bij je middel is best wel simpel. Maar je kan dus die hele band om je middel knopen. Dus dit wordt nog wel wat. Be right back. Oh my god. Ik heb hem nu aan. Het duurde even. Maar oh my god. Oké, kijk. Dit is hoe ik hem wil. Niet zo. Maar oh my god. Het ding is, dit is lap stof die ik moest vastbinden aan de achterkant. Ik weet nou niet wat ik dan zo meteen moet met mijn haar. Zeg maar vast. Ik vind het zo ook wel tof. Scheur ik mijn jurk, denk ik. Oké, it's still, it's fine. I mean, oké, kijk, dit is dus de top. Ik heb er geen BH onder. Dus denk ik, lijkt me het mooist. Ik heb hem hier achter gebonden. Maar hij past, hij zit mooi in mijn middel. Dat mag ook wel natuurlijk, omdat ik hem op maat heb laten maken. Maar toch ben ik wel heel blij dat hij mooi staat. I love it, I love it. Oké, dus de finale is geweest. Ik heb geshined in mijn jurk. Ik heb een kroontje om het te bewijzen. Want ik ben Miss Media. Miss Media van Utrecht 2018. Ik heb toch een titeltje mee mogen nemen, jongens. En ik vind het echt super leuk. En de hele dag was echt fantastisch. Als jullie de hele finale vlog willen zien, check hem dan even in het i'tje. Dan kunnen jullie hem kijken. Hij is lekker lang. Iets rond de 25 minuten. Maar dan heb je ook meteen de whole experience van die hele dag. En ik ga nu even reageren op mijn hashtag ronde. Mijn jurkenronde. Want ja, oh my god. De hashtag ronde. Ik vraag me af of mensen door hebben gehad wat het precies inhield. Want we hadden dus een schaal. We moesten gewoon
podium oplopen, één voor één. En dan moesten we grabbelen. Dus ik grabbelde eentje en dan had je een hashtag. En je wist niet van tevoren welke hashtag je natuurlijk zou grabbelen. En daarover zou je dan een halve minuut tot een minuut over dat onderwerp moeten praten. Maar ja, je weet dus niet welk onderwerp je betrekt ter plekke. En dus moet je heel snel schakelen om er wat over te vertellen. Ik had dus de hashtag plastic soep. En als ik achteraf erover nadenk, dan is het best wel gewoon... Het is een term die ik ken en waar je wel iets over kan vertellen. Maar het is niet echt iets waar ik me zeg maar heel erg extreem elke dag in verdiep. Dus ik zat er wel van, oh haha, shit, plastic soep. En ik moet zeggen, ik heb me er echt royaal gewoon helemaal flink uitgeluld. Want het lijkt redelijk oké, alsof ik zeg maar echt iets vertel, terwijl ik eigenlijk best wel bullshit praat. Dus go me! De hashtag ronde was ook in je gala outfit. En hier zie je een foto van waar ik mijn eigen haar en make-up probeerde, zeg maar uitprobeerde voordat de finale was. Ik wilde sowieso rode lippen doen. Ik was heel erg aan het twijfelen wat voor haar ik wilde. Met de zilveren jurk voelde ik me een beetje Griekse godin. En een beetje Khaleesi, wat ik al zei. En ik dacht dus half opgestoken haar of helemaal omhoog, zeg maar. En dan met plukjes. Zou misschien wel heel mooi zijn met een beetje slag, een beetje krul. Uiteindelijk is het dus los haar geworden met krullen, maar met mijn haar aan één kant een beetje naar achter gestoken. Vond ik uiteindelijk heel erg blij mee. Mijn make-up was heel mooi gedaan. Ik had ook een beetje glitters. Dat zag je niet van ver af natuurlijk. Mega wimpers ook. Mega. En dus de jurk van JJ's House, waar ik echt zo blij mee was. Want ik zou ook misschien eigenlijk een andere jurk aandoen. Die van Janine. En dat is deze. Best wel spicy. Best wel glitter. En echt een hele toffe jurk. Maar ik vond hem wel heftig. En ik denk in eerste instantie niet de perfect passende jurk voor mij, zeg maar. Dus achteraf gezien ben ik blij dat ik zeg maar echt in een jurk heb mogen lopen die iets meer ik was. En waar ik me echt wel mooi mezelf in voelde. Dan de glitterjurk die iets meer buiten mijn comfortzone was. Die ook heel vet was geweest. Ik ga nu even kijken hoe ik mijn hashtag ga doen. Hoor bij. Al die stukken lopen voelde ook zo lang, zeg maar. Gewoon eindeloos. Op je hakjes. Juist. En ja, als vlogger ben je natuurlijk allemaal gewend om met hashtags te werken. Dus ik ben benieuwd wat jouw hashtag is. Nou, ik heb wel moeilijk, hè. Plastic soep. Ja, en natuurlijk is haar iets wat heel erg duurzaam moet houden van zichzelf. En de plastic in het water verpest dat eigenlijk een beetje. En dat komt eigenlijk wel door ons. Dus ik vind dat het heel belangrijk is dat we daar veel meer mee bezig zijn. Want we doen dat al, maar ja. Al een beetje helpen. Het is heel belangrijk om onze wereld veel meer te koesteren dan dat we al doen. Ja, dat is mijn mening. Dankjewel. Op dat punt was het van, oké, okay, I'm done. That's my opinion. Oké, okay, bye guys. Ja, nee, ik vertelde niet de meest inhoudelijke dingen, maar ik vertelde het wel alsof ik erachter stond. Dus ik was heel blij dat die ronde redelijk oké ging. Het had nog beter gekund, maar oh wel. En ja, die jurk. Oh, oh, ik heb hele leuke reacties gehoord over de jurk, dat ze hem zo mooi vonden. Ding dus, was dat binden. Gelukkig hadden we voor de galaronde en de hashtagronde een kwartier ongeveer pauze. Dus dan konden we hem redelijk rustig, vergeleken met bijvoorbeeld de bikinironde, moesten we in 3 minuten meteen omgekleed zijn. Konden we redelijk rustig gewoon omkleden. Sophie en Sandra, die hebben mij lekker geholpen, gelukkig. Want we hadden in de middag al 1 keer geprobeerd hoe we dan de jurk zouden aandoen. Want ik heb dus, zoals je net hebt gezien, is het gewoon een rok. En dan heb je 2 lange lappen stof die je ergens om je lichaam heen moet binden. Dus er was nog even de vraag hoe ik dat zou gaan doen. Maar dat ging gewoon gelukkig helemaal soepel. Sandra en Sophie hebben hem gedraaid. En een leuk strikje achteraan gemaakt. En ik ben heel blij hoe ik er uiteindelijk uitzag. Make-up was wel heftig natuurlijk, omdat het echt heel intens en was. Maar wel heel mooi. Ja, ik ben gewoon blij dat ik daar als mezelf stond. En ik was wel volgens mij echt de enige. Plus Sophie, die had ook niet zoveel glitter. De enige die echt helemaal geen glitter had. De rest had glitter, which is fine. Maar ik was wel blij dat ik gewoon even... Ik ben bij mezelf gebleven en ik heb geen glitter gedaan ook al. Deed heel veel mij dat wel. Wat ook heel mooi jurk waren, oh my god. Alle jurken waren zo mooi. De galaronde. Van de hele dag, waar ik eigenlijk het meeste, wat ik het jammerst vond van mezelf, is dat ik voor mijn gevoel niet echt heb gerokt bij de galaronde. Je hebt natuurlijk een hele avond achter de rug en een hele dag en er gebeuren heel veel dingen. Sandra is gewoon echt
de babe gewoon, die echt de shine pakt. Ik ben die chick die ze van, hoi, I'm also there. Dus Sandra pakt een beetje de shine. That's fine, because she deserves it. Maar ik heb een beetje zo daar gelopen. Dat vond ik jammer. Maar ja, op dat moment doe je gewoon je best. En dan heb je niet eens door hoe je er echt uitziet voor het publiek, zeg maar. Dus ik had dat voor mijn gevoel iets beter kunnen doen. Maar ja, oh well. Ik kon echt veel beter lopen dan dat ik 2 of 1,5 maand geleden kon. Dat is super erg improvement. Eerst liep ik houterig. Ik liep nu redelijk houterig misschien. Niet zo vavavoom zoals een Sandra en Sophie. Maar ik liep wel gewoon gemiddeld oké. Okay. En dan moet je nagaan dat ik echt flink uit mijn comfortzone was. Nu ben ik in mijn comfortzone. Dit totaal niet. Dus voor mij, alles wat ik die avond heb gedaan was ook echt een heftige prestatie. Want ik had verwacht dat ik, zeg maar, mental breakdowns had gehad. En had gehuild en het helemaal niet leuk had gevonden. Maar ik vond het echt heel erg leuk. Mede natuurlijk ook door alle meiden met wie ik het kon doen. Ja, ik ben echt gewoon heel blij met hoe ik er uiteindelijk uitzag. En hoe het allemaal ging. De show ging helemaal top. Behalve 1 minuscule foutje. Bij de eerste dans. Echt het makkelijkste pasje. Het makkelijkste pasje ging fout. Maar daarna ging het ook wel redelijk oké. Dus dat scheelt. Dus als jullie ook een keer mee gaan doen aan de misverkiezing. Wie weet. Dan kunnen jullie zeker eventjes kijken op de site van JJ's House. Jurk en mijn look. En daar was ik dus echt heel blij mee. Big thanks to JJ's House. Ik ben heel blij dat ik uiteindelijk de jurk nog aankon. Misschien komt er nog wel een andere video over de misverkiezing. Als jullie iets specifieks willen zien. Laat het dan weten in de comments. En dan zie ik jullie snel weer. Doeg!